Hallo en welkom bij Postmodel 2 Stuff. Vandaag een broodrooster doos met inhoud. Een heleboel Pico GT, alweer uit mijn hoofd, bieten of kolen warrels. Ik wil een bietentrein gaan rijden en deze zijn goed voor handig. Ik vind ze goed genoeg uitzien. Alleen, veel van wat hier in de doos zit, heeft last van hetzelfde euvel. De wielen lopen aan tegen de onderkant en ze zijn... soms zitten ze nog wel vast, vaak zie je dat ze in losse onderdelen komen. Ik ga ze demonteren, schoonmaken en herstellen en dan kunnen ze de baan op. En dit gaat een aardige klus worden gezien de hoeveelheid aan wagons die ik hier heb liggen. Dat is mooi, want ik zal vast wel ergens wat reserveonderdelen nodig hebben. Het wassen moet nog. Dat ben ik nog niet eens aan begonnen. Sommige zijn erg vuil. Maar goed, dat komt nog. De opbouw van deze wagonnen is een plastic bak. Die makkelijk schoongemaakt kan worden als hij eenmaal los is. En een onderstel. Daar zit een metalen plaat op voor het gewicht. En onder die metalen plaat zitten... hier zitten dus twee klemmen voor de metalen plaat. En hier zitten twee strips. En die twee strips, dat zijn de wielen. Daar zitten de wielen in. Dus je de wielen eruit haalt... Dan zul je zien dat deze strips eruit komen. Soms zitten ze vast, maar vaak niet. En dat is ook het probleem. Deze strips die zitten te ver zitten te los, waardoor de wielen tegen het plastic aan gaan duwen. Het is een kwestie van loshalen, even een beetje bijbuigen, vastlijmen. En dan heb je een goed onderstel. En als je dan toch de wielen in de handen hebt. Ik ga er even met een staalborstel overheen die aan mijn dremel zit. Om ze wat schoner te krijgen dan dit. Dat kan helemaal geen kwaad. Ze hoeven geen stroom bij pick-up of iets dergelijks te doen. Maar ze kunnen zo grof worden dat ze herrie maken op de baan. En dat wordt dan ook een stukje minder. Nou, als de... wielen rechtgebogen zijn, dan is het kwestie van het metaal er terug bovenop. En dan kan er zo zo'n... De meeste heb ik al losgehaald. En dat al maal is laten zien veel. Soms zit het heel goed vast. Maar is het mogelijk om hier aan één kant net een beetje ruimte te krijgen tussen het onderstel en de wagen. Met name de bruine zie je natuurlijk goed die overgang, maar die zwarte is een beetje wat moeilijker. Als je daar een schroevendraaier tussen kunt krijgen, dan kun je hem heel langzaam opwippen. En soms heb je geluk, blijft deze binnen zitten. En kun je dus ook makkelijker weer terugzetten. Soms breken deze af. Dan heb je wat minder geluk. Maar gezien dat ik ze, dus met name die wielen, wil renoveren, moeten ze er wel af. En dat betekent dat ik het met lijm oplos. Ik verwacht niet dat ze heel snel nog een keer open moeten. En zelfs degene die gelijmd zijn, zie ik dat toch vrij makkelijk die lijm loskomt. En een beetje druk van de schroevendraaier. Bij het loshalen van deze metalen plaat verbuig je de clipjes die de koppeling op zijn plek houden. Dus
deze clipjes. Ik heb hier een zeer weerbarstig exemplaar. Houden in ieder geval deze koppeling op zijn plek. En betekent dus ook dat ze soms uitvallen met het repareren. Kijk, als je het weet, is dat allemaal niet zo'n probleem. Dan ben je er in ieder geval niet door verrast. Zo. Dat maakt ze strakjes vastzetten ook weer iets lastiger, omdat je niet zo heel veel grip hebt op die koppeling, want je verbuigt hem nogal snel. Maar, plaatjes los. En dat betekent dat nu deze eruit kunnen. Zo. Nou, deze zie je al, die is naar buiten verbogen. Voor deze geldt het ook. Dat betekent dus dat de wielen meer speling hebben en sowieso wat meer naar buiten. Maar weer naar boven kunnen komen. Dus ik verwacht hier ook. Ja, hier zitten ook duidelijke groeven in van waar de wielen tegenaan hebben gezeten. Ik ga hem even recht buigen tot ik hem mooi vind. En ik ga hem daarna vastzetten met wat lijm. Dat hij ook niet meer van zijn plaats afkomt. Voor de komende 10 jaar hopelijk. Als de metalen pinnen er weer op zitten, metalen platen terug op. Het meeste is wel met de hand te verbuigen. En voor het laatste zetje gebruik ik een schroevendraaier. Dan wielen erin. Die lopen best aardig. Ik heb het vastgezet met superglue, secondenlijm. En dan heb ik hier één onderstel. Alle buffers zitten hierop bij deze. De haakkoppelingen zitten erop. Dus die kan dadelijk zo zijn bakje krijgen. En dat bakje zet ik vast met houtlijm waarschijnlijk. Omdat dat ook goed genoeg hecht op al het plastic hier. Plastic lijm kan ook. Ook secondenlijm kan. Gezien de hoeveelheid die ik hier heb liggen, denk ik niet dat ik genoeg secondenlijm heb daarvoor. Maar dit is in ieder geval de eerste. Na alles recht gebogen te hebben en vastgelijmd te hebben, heb ik hier dus goed lopende wielen. Eentje heb ik over. Die heb ik gebruikt voor onderdelen. Twee reservewielen. De buffers hier zitten vast op de plastic onderkant. Maar ik ga toch kijken of ik ze er voorzichtig af kan zagen, snijden. Zodat ik ze kan transplanteren op twee andere wagens die ook één buffer missen. En dan heb ik denk ik ook alle buffers compleet. Dat zou mooi zijn. En ik zal eens eventjes alles op de baan gaan zetten. Om een beetje te laten zien hoeveel het er eigenlijk zijn. Nu dat ze allemaal gerepareerd zijn. En ja, daarmee rijden. Dat gaat nog iets te. Is nog één stap te ver. Maar dat komt er ook aan. Hier staan nog een paar dingetjes tussen die er niet bij horen. Nog wat van mijn schroeven en ijzerrommel dingetjes. Maar ook die heb ik opgeknapt. En daarna komt alles wat ik daarnet heb gedaan. Die ik hier heb, heb ik dus al eerder gedaan en ik moet dus nog de buffers nalopen, zoals deze hier, die heeft er geen. En hier ontbreekt er ook nog één en hier ontbreekt er nog één. Maar ik hoop dus dat ik dat ook nog in orde ga krijgen. Ik heb hier ook nog mijn camerawagen, die heeft ook nog de buffers erop zitten. Dit is eigenlijk precies zo'n onderstel zonder de bak. Die ook op dezelfde manier aangepakt is dat hij dus goed rijdt. Voorheen was gewoon alleen maar het handmatig rijden met deze lange rits al ontzettend moeilijk vanwege hoe zwaar dat ze reden. En nu zitten met name hier en hier nog de grootste weerstand.
Maar ik ben er tevreden over. Misschien dat ik het nog voor elkaar ga krijgen om met deze een rondje te gaan rijden. Maar dat zal niet vandaag zijn, maar wellicht een volgende keer. En daarmee wil ik ook afsluiten en zeggen bedankt voor het kijken. En graag tot later.